naam is René Boerdam. Welkom bij weer een kennisclip uit de Cisco Routing Switching Essentials serie. Vandaag bespreken we Packet Trace opdracht 7224. En daar gaan we een onderscheid maken tussen het routingprotocol RIP en het routingprotocol EIGRP. We zullen gaan ontdekken hoe die beide hun invloed uitoefenen op de routingtabel en hoe we dat kunnen bijstellen. Veel plezier! Voor je zie je de beginopstelling van Packet Trace opdracht 7224, waarin we een vergelijking gaan maken tussen RIP en EIGRP als routingprotocol. We gaan eens kijken wat RIP doet met een pad en wat EIGRP doet met een pad. En dan kunnen we eens kijken of we kunnen achterhalen waarom er een bepaalde route wordt gekozen. Even kijken naar het netwerk. Dan zien we een PCA en een PCB aan de beide uiteinden van het netwerk. Er is een pad bovenlangs en er is een pad onderlangs. Nou, als we kijken naar de snelheden van het pad bovenlangs, dan zijn dat behoorlijke snelheden. En dat zijn de megabits per seconds. Terwijl onderin zijn het de kilobits per seconds. Ook nog in een hele lage waarde. Dus het pad onderlangs is weliswaar korter. Bestaat uit twee routers tussenin. Eigenlijk uit drie stukken, drie netwerken. Terwijl het pad bovenlangs bestaat uit drie routers. Oftewel vier tussenliggende netwerken. En welke invloed heeft dat nu op het gekozen pad? Dat is wat we gaan achterhalen. En dat achterhalen dat doen we in eerste instantie vanaf router RA. Daar gaan we eens even naar kijken. Wat is daar aan de hand? Als we naar het running config kijken, show run, dan zien we een aantal dingen. Namelijk het toepassen van zowel EIGRP als routingprotocol als het toepassen van RIP als routingprotocol. Dus dat betekent dat er twee routingprotocollen tegelijkertijd aan het werk zijn op router RA. En wanneer je dat op router RB gaat bekijken, zul je zien dat daar hetzelfde aan het gebeuren is. Dus er zijn twee routingprotocollen tegelijkertijd actief. Wanneer we de routingtabels gaan bekijken van router RA, show IP route, dan vallen daar al een aantal dingen op. Wat is er aan de hand? Nou, er zijn drie connected netwerken. En hier nog één. En bij alle andere netwerken staat dus een D'tje als herkomst, bronnen van herkomst. Dat zijn er maar liefst zes. Dus in totaal ziet hij 9 netwerken. En dat klopt ook wel, want bovenin lagen er 4. Hieronderin lagen er 3. Samen 7. Dit is nog een netwerk. En dat is nog een netwerk. Dus in totaal zijn er inderdaad 9 netwerken. En dat D'tje, wat hij dus voor de andere 6 vindt, slaat dus op EIGRP. Dus kennelijk hebben we in de routingtabel alle routes die via EIGRP tot stand zijn gebracht, hun voorkeur genomen boven de routes die eventueel via RIP zijn ontstaan. Dus ondanks het feit dat zowel RIP als EIGRP actief zijn op deze router, rollen er alleen EIGRP routers in het routingtabel. Nou, dat is op zich ook wel te verklaren, want als we kijken naar de waarde tussen de haakjes van de EIGRP routers, dan staat daar steeds het getal 90 en dat is de zogenaamde AD-waarde. En als we de AD-waarde er eens even bijhalen via een tabel, dan zien we dat internal EIGRP, waar we hiermee te maken hebben, inderdaad die waarde 90 heeft, administrative distance, terwijl RIP als Routing Information Protocol de waarde 120 heeft. Nou, die twee, hoe lager, hoe betrouwbaarder, dat vindt het systeem. Dus omdat EIGRP routes aanlevert met een lagere AD-waarde, komen die in de routingtabel te staan.
Dat betekent dus niet dat de RIP-routes er niet zijn, maar die worden op de achtergrond gehouden en die ontstaan of die komen pas in de routingtabel op het moment dat de EGRP-routes er eventueel niet zijn of wellicht om andere reden. Wellicht valt er een EGRP-link uit of wellicht wordt het protocol gestopt en dan zullen de RIP-routes ook weer in de routingtabel komen. Dus de administrative distance maakt een keuze tussen de verschillende herkomsten van de routes en zal de route die met de laagste AD-waarde altijd voor laten gaan. En dan zie je dus dat een static route eigenlijk altijd de voorkeur krijgt boven een route die door een routingprotocol is ingevoerd. Goed, gaan we even terug naar de tekst. Nou, standaard is het dus bij EGRP zo dat er gewerkt wordt met bandwidth en delay als metric. Er zit een ingewikkelde formule achter en die levert een bepaalde waarde op. En die waarde die wordt dan de metric genoemd. En aangezien bandbreedte en delay rechtstreeks te maken hebben met de snelheden die daar genoemd staan, kan je eigenlijk al verwachten wat EIGRP zal gaan doen. Die neemt keurig netjes het pad met de hoogste snelheden en dat gaat dus bovenlangs. Nou, dat kunnen we ook controleren via trace de route. Op RA kunnen we naar de routingtabel kijken. Nou, dat hebben we net gedaan. We hebben gezien dat het allemaal EGRP-routes zijn. En nu gaan we eens kijken wat er gebeurt als we gaan tracen van PCA naar PCB. Nou, dan moeten we wel eerst het IP-adres van PCB kennen. IP-config. En dan zien we dat PCB dus de waarde 64.103.0.1 heeft. En als we dit ook doen bij PCA en daar ook de IP-config intikken, dan zien we dat de waarde van PCA bedraagt 64.100.0.1. Nou, dan kunnen we dus met deze gegevens kunnen we dus de traceroute starten. Het commando daarvoor is tracert. En dan naar het IP-adres van PCB 64.103.0.1. En het verschil tussen een ping en een tracert is dat een ping alleen resultaat geeft op de eindbestemming, terwijl een tracert, of een traceroute, iedere tussenstap in beeld brengt met een regel. Nou, daar komen al heel snel een aantal gegevens uit. En als we daarna gaan kijken, dan zien we dat er in totaal 6 tussenstappen zijn gemaakt. Dus dat is deze, dat is die, dat is 3, 4, 5, 6. Als je die netwerken op de router even zou uitpluizen, zou je ook deze gegevens allemaal kunnen configureren. Maar we zien dat er 6 stappen zijn. Een tracert brengt altijd de ingaande interface van een station in beeld. Dus de 02 is dus dit adres. En de 06 is dus dit adres. En de laatste, de 101, is dus dit adres. Dus we zien dat de route die gekozen wordt voor die pakketjes die via tracert verstuurd worden, keurig netjes bovenlangs gaan. Nou, wanneer we het pad van RIP willen gaan ontdekken, het RIP versie 2 pad, dan hebben we al gezien dat dat protocol wel geactiveerd is op de router, maar dat het wordt weggedrukt door de betere AD-waarde van EIGRP. Nou, dat gaan we even bijstellen, want je kan de geconfigureerde AD-waarde beïnvloeden.
Dus op RA gaan we het commando router rip geven en dan zeggen we distance 89. En distance 89 is lager dan de 90 van EIGRP. Dus daarmee zouden de rip routes hun voorkeur krijgen boven de EIGRP routes. Nou, dat gaan we eens even bekijken. Allereerst kijken we nog even naar de routing tabel van router RA. Je ziet allemaal D-routes. En wanneer we daar nu de waarde van de administrative distance bijstellen van router RIP. En we zeggen distance 89. En we gaan weer terug en we vragen de routing tabel in beeld. Dan zien we dat de D'tjes plotseling R waarde zijn geworden. Dus alle D'tjes zijn vervangen door R's. En de R is dus de R van RIP. We zien dat daar ook een aangepaste AD-waarde achter staat. Nou, dat is mooi, want nu kunnen we kijken wat gebeurt er dan met de route. Dus we gaan weer terug naar PCA. En we gaan daar dezelfde traceert uitvoeren. Weer naar PCB. En daar waren er hier nog 6 stonden. We kijken wat er nu gebeurt. En zoals je ziet staan daar nu nog maar 5. Terwijl er hier nog 6 stonden. En dat betekent dus dat het pad van de pakketjes nu dus onderlangs is. Want dat zijn die 5 netwerken. Dus daarmee hebben we kunnen zien dat de beïnvloeding van van de AD-waarde zijn effect heeft op de te kiezen route van de pakketjes. Nou, dat ze kunnen kiezen heeft te maken met het feit dat er zowel RIP als EIGRP was toegepast op de router. Daarmee zijn eigenlijk alle vragen beantwoord. We hebben de route getraced, het pad is dus onderlangs. We hebben gezien dat er 4 regels in staan, dus 4 hops. En de minimale bandbreedte op het pad is 1,2 kilobit per seconde. En het eerste getal tussen de vierkante haken is dus die 89 die we hier hadden ingesteld. Daar verschijnen nog wat reflectievragen over, die mag je zelf eens even bekijken. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Tot de volgende opdracht.